een drummer nodig. En in Café Fatima in Gent had ik een advertentie gemaakt. Meteen daar geschreven van, in need of a drummer. En toch daar één dag of twee dagen. En de belde, en dat is al een meldje gestuurd. Dat is een meldje gestuurd. Ja. We hadden zelf nog direct een meldje gestuurd. What's life? Come on. What's life? I don't know. One does it for the money, I just do it for the show. En wat is het filosofie? Redelijk spiritueel. Dus ja, van jezelf te zijn, van uit te komen voor je mening, van je niet aan te trekken wat mensen denken van je. Dus eigenlijk echt vrij anti-compromis te zijn. Ja. Vibrations, efficacy. Last night, silently. Verwachtingen, ik denk dat we stiekem wel aan de halve finale gaan, maar ja. Van 100. Zeggen. Dat mag je niet zeggen. Dat mag je niet zeggen eigenlijk, dus dat ga ik ook niet meer zeggen. Ik hoop op een artikel in de humor dat ik kan uitknippen naar mijn moeder toe. Ja. Hebben jullie veel fans meegebracht vragen? We zitten voorlopig op de 100 dagen in Isegem. Wij vieren vandaag 100 dagen en het was dus vroeg opstaan. We hebben veel feest. Vanavond is er een fuif ook in Isegem. En ja, wij zijn er niet bij, wij zitten hier. En onze maten zitten te feesten, maar ze denken wel aan ons in hun hart. Are you with it? Ik roep mijn muziek dus op. Ik begin dus met drum, dan doe ik de bas, dan de piano erboven en dan begin ik te zingen. En was het een verrassing voor u dat je geselecteerd werd voor de opruim? Ja, tuurlijk. Ja. Dat is altijd een verrassing. Ja. Dat is wel een leuke verrassing altijd. She's walking through the city. He's gonna help me to get in that box. En hoe is het met de zenuwen? We zijn op een gezapige. Op onze gezamenlijke leeftijd gekomen dat al dat wij kunnen relativeren. Ik ben al jonger, hè? Spreek voor jezelf. Ja, dat is En hoe was het voor jullie om te weten te komen dat jullie geselecteerd waren voor de rockrally? Het was echt heel druk op het werk, maar we wisten dat op was het 4 uur stipt of zo online ging komen. Dus 2 voor 4 altijd refreshen. Zitten klikken gelijk een zot totdat er al de namen op kwamen. Het was wel doodstress, maar we waren super gelukkig. Want dat is een kinderdroom om daar een keer bij te zitten. Dat is wel de rocker alleen, dus dat is de max. Mensen entertainen en hopelijk ja, amuseren ze zich. En ja, dat is voor mij het belangrijkste. Ja. En 10.000 euro. Op de finale, dat vind ik cool. Ik hoop dat er ook een paar mensen zijn die de muziek appreciëren en ons dan gaan opzoeken. We hebben hem ooit een keer uit de band gesmeten, omdat hij zo onuitstaanbaar was. En dan hebben we hem teruggenomen. Omdat we zo lang slecht waren zonder. En ook, dat is mijn beste. Ja. En wat gaan jullie onderscheiden van de rest van de band? Originaliteit. Ja, dat weet ik niet. Maar ja. Dat is wel een schone term. Originele klank. Drie sexy blazers. Ja, dat is cool. Ja, dat is cool.